Zou je mij misschien kunnen vertellen hoe Stukafest eigenlijk, hoe het allemaal is ontstaan? Ja, volgens mij is het een initiatief geweest van een wat groter landelijk bestuur. En het bestaat al iets van 10 jaar. En niet alleen in Leiden, maar ook bijvoorbeeld Zwolle, Middelburg, Amsterdam, Rotterdam, Delft. Echt in heel veel studentensteden. En er komen er nu ook steeds meer bij. En het wordt allemaal aangestuurd vanuit een landelijk bestuur. En ieder bestuur, zeg maar, van een stad mag dan zelf doen wat hij ermee wil. En het zo leuk op zijn eigen leuke manier doen. Zeg maar. Zou je misschien kunnen uitleggen wat Stukafest eigenlijk inhoudt? Ja, het is een studentenkamerfestival en in ons geval in Leiden is het dan in 23 studentenkamers. En die stellen hun kamer dan open voor het festival en daar treden dan allerlei acts op. Dus echt van poëzie tot muziek tot literatuur, echt van alles komt aan bod eigenlijk. En het geeft een hele intieme sfeer om zo in zo'n studentenkamer te zitten, want dan zit je heel dicht op één op één. En er liggen natuurlijk wat bierkratjes hier en daar en wat zooi op de grond en dat geeft ook echt een uniek kijkje in het studentenleven. Ook dit jaar zijn er weer verschillende locaties, maar allemaal wel op fietsafstand. Dus dat is heel erg fijn voor de bezoeker. Alles lekker dichtbij. En voornamelijk nou dit jaar in de Haarlemmerstraat zijn een paar locaties. Op de Binnenvestgracht, op de Breestraat. Er is ook een hele mooie kamer op de Hooigracht. Daar staat de schrijver Kader Abdolla. En dat heeft hele hoge plafonds. En nou, dat is gewoon echt wel een binnenkomer als je daar op bezoek gaat, zeg maar. En wat wordt het programma van dit jaar? Wat kunnen we allemaal verwachten? Ja, het wordt weer heel erg divers. Dat proberen we eigenlijk ieder jaar wel een beetje na te streven. En dit jaar ook weer, zoals ik net al zei, poëzie tot muziek, literatuur. Echt van alles komt aan bod. Dus eigenlijk echt voor iedereen wat wils. Er is bijvoorbeeld een heel leuk countrybandje. Er is een schrijver. Er is een groep die gedichten voordraagt. Dus er is echt van alles en nog wat. En dat maakt het juist zo leuk. En zijn jullie al druk bezig met de opbouw van Stukafest? Ja, je wil niet weten, joh. Dat gaat de hele dag door. En bellen en mailen en appen en iedereen aansturen. En nou, ik denk dat ik er sinds vanochtend 9 uur al mee bezig ben geweest. Maar ja, ik weet zeker dat het goed gaat komen. En we hebben er allemaal hard voor de zaak, zeg maar. Dus het wordt sowieso weer een mooie editie, dat weet ik 100% zeker.